Onze technologie zal zeker bijdragen aan het verbeteren van routinematige monitoring. NWO-domein TTW financiert alleen excellente wetenschap. Dus we kunnen deze wel beschouwen als grensverleggende, excellente onderzoeken. Ik ben Marja Lamoree, ik werk bij de Vrije Universiteit en ik ben daar senior onderzoeker milieuchemie. En we zijn nu bij NWO TTW voor de startmeeting van een programma partnership op het gebied van verbeteren van onderzoeksmethodes voor beoordeling van waterkwaliteit. We hebben nu ons project Routineda genoemd, omdat we eigenlijk willen naar een meer routinematige toepassing van die combinatie van chemische analyse en toxiciteitsessays. Wij gaan zoeken naar onbekende stoffen in het watermilieu die schadelijke effecten kunnen hebben op waterleven, maar ook op mensen eventueel, omdat we ook de drinkwatertoepassing daarbij meenemen. We weten natuurlijk al van heel veel stoffen wel dat ze in het water zitten, maar er zijn ook nog een heleboel waarvan we dat niet weten. En eigenlijk zijn we met name geïnteresseerd in de stoffen die in het water zitten, die ook een schadelijk effect kunnen hebben. Ja, daarom passen we niet alleen maar chemische analyse toe, maar ook biologische testmethodes op hele kleine schaal. En om zo tot een goede afweging te komen welke stoffen er belangrijk zijn voor verder onderzoek. Zodat we tot een betere beoordeling van de toxicologische activiteit kunnen komen. En ook een identificatie met behulp van massaspectrometrie van de stoffen die verantwoordelijk zijn voor het schadelijke effect. Om nou in de toekomst nog verder te innoveren, zijn we eigenlijk ook heel druk bezig met het nog verder miniaturiseren van de fractionering. Dus van de versimpeling van het complexe mengsel. En op die manier proberen we het eigenlijk ook het formaat van die tests nog kleiner te maken. Dus echt op een microscoopglaasje, zodat het allemaal nog sneller en nog goedkoper wordt. En ja, ik denk dat het echt een doorbraak zal geven, ook op het gebied van meer routinematige toepassingen van biologische tests, zoals toxiciteitstesten in waterkwaliteitsbeoordeling.